Frankie Durie, de trainer van AA Gent. Wie is nou eigenlijk de favoriet? Oh, ik denk dat de kansen een 50-50 liggen. Ik bedoel daarmee, we zijn beide in de start van de competitie. En jullie hebben 2 matchen gespeeld, wij 3. We hebben 1 wedstrijd verloren, jullie hebben ook 1 wedstrijd verloren. En ik denk ook dat in het begin van de competitie zo niet de ploegen heel goed kunnen inschatten. Dus daarom zeg ik nogal duidelijk 50-50. Maar u heeft Feyenoord zien stuntelen afgelopen zondag tegen Excelsior. Dan kunt u onmogelijk onder de indruk zijn geweest van Feyenoord. Ja, maar ik heb de beide wedstrijden gezien. Ik heb de wedstrijden gezien tegen Utrecht, waar dat Utrecht knap speelde in de eerste helft. Wat uiteindelijk Dries Mertens mogelijkheden heeft op een tweede en zelfs een derde doelpunt. Maar Feyenoord is toch wel bijzonder knap teruggekeerd in het laatste half uur in de wedstrijd. En dan heb ik de wedstrijd te zien op Excelsior. Altijd een moeilijke wedstrijd. Wat spelers van Feyenoord die bij Excelsior spelen. En wat historiek, hè, een derby. Ook op een totaal ander veld, synthetisch veld. En misschien was het ook een beetje een aanpassing voor Feyenoord. Maar goed, knap overwinning van Excelsior in de slotfase. Als je beide ploegen voetballend met elkaar gaat vergelijken, wat zijn dan de verschillen? Ik denk dat Feyenoord gestoeld is op het Nederlandse voetbal. Zeg maar, vanuit balbezit proberen te accelereren in het middenveld. En kansen af te dwingen en doelpunten te maken. Wij zijn meer gestoeld op organisatie, fysieke kracht. En ik denk dat daar een beetje de grote verschillen liggen. Nochtans, ik ben een voetbalcoach. Ik hou van goede pasvormen. Ik hou van goede positiespel. En dit is ook een beetje mijn meerwaarde dat ik aan dit team probeer te geven. Maar dit zijn allemaal zaken die niet lopen in 1, 2, 3. Op wie moet Feyenoord nu bewust gaan letten? Wie is uw grote troef? Of houdt dat nog even geheim? Ik hou mijn grote troef mogelijk nog geheim. Want het zou kunnen als ik vandaag een troef uitspreek dat ik die morgen niet kan uitspelen. Dus ik bedoel, je moet opletten als je begint te pokeren of te kaarten en je troeven begint op voorhand al uit te spelen. Laat mij zijn, ik ben voorzichtig positief. Ik ben een coach en ik geloof dat wij kunnen een goed resultaat neerzetten. Maar dat zal Mario Been bij Feyenoord net hetzelfde denken.